je met je mouw achter de vleugel blijft hangen. Zesde plaats. Oh, David Coulthard in de problemen. Goeiedag zeg. Ongelooflijk, maar hij houdt hem. Het gebeurt tussen Herbert en Ralf Schumacher. Die zijn met z'n tweeën in gevecht gewikkeld. Rechts Ralf Schumacher, die moet laat gaan remmen. Die touch. Oh, die gaat er hard af voor nu. Ja, dit is Ralf Schumacher. Die staat het niet toe en Johnny Herbert gaat er keihard af. Krijgt gewoon een tik van Schumacher. Is absoluut niet netjes wat daar gebeurde. Tijdens het aanremmen naast elkaar zie je duidelijk dat Ralf Schumacher een beweging naar rechts maakt. Raakt daarbij het linkervoorwiel van Johnny Herbert en ramt hem gewoon van de baan. Als ik het team van Sauber was, wist ik het wel. Van mij kreeg hij een protest. Snelheden op dat gedeelte van het circuit. Over start-finish praten we al over 305. Daar de touché. Je ziet duidelijk het afgebroken voorwiel van Johnny Herbert. Ik begrijp dat u af en toe even een kleine onderbreking in de geluidsverbinding heeft tussen Monza en Italië. Er wordt aan gewerkt. Ah, dat is toch een stevige crash hoor, dit. Wat zien we daar? Oh, er staat. Oh, er is iemand weg hoor. Op het opkomen van het rechterstuk. Aan de rechterkant. Hill. Aha. Dikke plof rook. En Damon Hill heeft zijn wagen opgeblazen aan de kant gezet. Dat alles in de 48e ronde. Oh, wow, 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 wow. Voordat je voor Hakkinen, die nu negende ligt, maar moest wel even duiken. Om uit die olie weg te blijven.